het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is voor de tweede keer André Kastelein. Dag André. Dag André. We gaan gewoon verder waar we gebleven zijn, okay. Want het was zo boeiend. En we hadden het over goede reden en je weet er zoveel van. En het heeft zo'n boeiende geschiedenis. Dus we waren gebleven bij de vrouwen die de stad hebben verdedigd. En die pek over de muren die kiepte. Pek over de muren kiepte. Waarbij de vijand dus afdroop, inderdaad. Ja. Ja, en ik vind dat een mooi verhaal. En die vrouwen gingen daarna gewoon de keuken weer in, neem ik aan. Nee, die Goerdische vrouwen gingen daar, voordat ze de keuken in gingen, ongetwijfeld eerst een borrel drinken in de Gouden Leeuw. Echt waar? Op de goede afloop. Ja, in de pauzekamer. In de pauzekamer. In de pauzekamer. Ja. Ja. Wat geweldig. Ja, ik vind het zo leuk. Ik ga je nog iets vragen. Ik heb gelezen over de oude wereld. Ja. Wereld. Zegt het goed. Ja, ja, je zegt het goed. Ik weet niet of wij het hier aan deze kant van het eiland anders zeggen dan jullie. Nee, maar je spreekt het goed uit. Oké. Ja. Oké. Ja, er zijn allerlei verhalen over. Het schijnt dat de oude wereld zo'n beetje ter hoogte van de Kwade Hoek heeft gelegen. Ja. En dat een keer bij een extreem lage waterstand er volgens de overlevering de contouren van straten en huizen zichtbaar werden. En er zou dus een nederzetting geweest zijn. En sommige mensen beweren dat daar ook Romeinse munten gevonden zijn. Heel onduidelijk eigenlijk wat er precies geweest is. Die is op geen enkele kaart te vinden. Wellicht, we hebben het verleden keer gehad over de Romeinen, ja. Die een haven hadden. Ja. Misschien is het een restant van een klein Romeins nederzettingtje geweest. Het is volledig onduidelijk. Het is helemaal in de nevelen van de geschiedenis. We weten niet precies wat dat geweest is. Wat is ermee gebeurd? Waar is het nu? Waarschijnlijk is het... Het zal er geweest zijn. Er zullen contouren zichtbaar geweest zijn. Mm-hmm. Die zijn waarschijnlijk gewoon onder het zand verdwenen. En daarna zijn die nooit meer waargenomen. Och. Dus het is een prachtig verhaal, de oude wereld. Maar ja, ja. Wie hebben daar gewoond en wanneer was dat precies? Ach, wat mooi. Ja, mooi verhaal. Ja, ja. Ja. Maar daar hebben we dus niets van. Wat we nog wel hebben... Dat is dan in de duinen gevonden, een oud archeologisch voorwerp, dat is een jachthoorn. En daarvan werd gezegd dat die Romeins was. Dus, jarenlang is die als de Romeinse jachthoorn beschouwd. Maar ook dat is vermoedelijk niet juist. Het is waarschijnlijk een middeleeuwse jachthoorn. Oh. Die tijdens een jachtpartij in de duinen waarschijnlijk door een ruiter verloren is. Ja. En die hoorn is onder het zand bedolven en is later gevonden. Maar al in de 17e eeuw was er sprake van dat in het museum, of in het raadhuis, een Romeinse jachthoorn hing. Ach. Ja, ja. Ach. Maar verder is er van die alleroudste geschiedenis eigenlijk heel weinig bekend. Ja. Ja, ja. Ja, dat is jammer. Ja. De toren. Ja, de toren in Goederede. Dat is een hele bijzondere. Het is een heel mooie toren. Nou. Hij was natuurlijk zwaar verwaarloosd tot eind 60, begin 70 jaren van de vorige eeuw. Toen is hij ingrijpend gerestaureerd en is er ook een museum in gevestigd. Die toren heeft altijd, is natuurlijk kerktoren geweest. Hè. De kerk stond eraan vast, ja. Hè, de gotische kerk, gewijd aan de heilige Catharina. En al heel snel... is op de toren open vuur gestookt. Het heeft een functie gehad als vuurtoren. Daarop brandde men hout, turf, kolen wellicht. En dat vuur dat werd gesponsord door de Kamer van de Maas, een soort scheepvaartorganisatie die zorgde dat je met je schip veilig kon manoeuvreren. Ja. Ja. En die spits, als die er opgestaan heeft, nogmaals, dan heeft hij er maar heel kort opgestaan. Ja. En later is op de toren een gaslicht geplaatst. Dat is in de 19e eeuw gebeurd. En nog wat later een elektrisch licht. En dat heeft er opgestaan
tot rond de Eerste Wereldoorlog. Later is dat licht gedemonteerd en heeft men in Oudorp een vuurtoren gebouwd. En die vuurtoren is weer in de laatste nacht door de Duitsers ondermijnd. En die heeft men laten springen. Er werd gezegd dat er een onweer was, maar goed, ik vermoed toch dat het een vandalisme geweest is. In de laatste oorlogsnacht is die toren volledig ondersteboven gegaan. En is er dus een nieuwe toren gebouwd. Ja. En we zijn vanuit de stichting waarvan ik nu voorzitter ben, proberen we die toren open te krijgen voor bezoekers. Oh, wat leuk. Dat doen we al sinds 1977 met de Goeresche Toren, ja, die heel veel bezoekers trekt. Ja. Natuurlijk een schitterend uitzicht. En we willen ook graag de Oudorpse vuurtoren openstellen. Daar zijn we inmiddels 3 jaar mee bezig. En het duurde lang, want we hadden toestemming nodig van Rijkswaterstaat. En ook toestemming van allerlei stakeholders, recreatievaart, visserij, vul maar in. En dat is nu allemaal afgerond. Alle lichten stonden op groen. We hebben ook een provinciale subsidie toegezegd gekregen. En de toren zou dus eigenlijk nu al open moeten zijn op woensdagmiddag en zaterdagmiddag. We gaan twee momenten willen we de toren openstellen. Ja. Ik zei zou inderdaad. De gemeente Goeree Overflakke heeft vergunning verleend. Maar een omwonende die vlakbij de toren recreëert en zelf niet woonachtig is in Recreëert. Ja. Die heeft bezwaar aangetekend en nu heeft een aantal omwonenden van de vuurtoren ook bezwaar aangetekend. Het bezwaar spitst zich toe op te verwachten parkeerproblemen. Nou, de gemeente doet alles eraan om dat te vermijden. Er zijn al borden geplaatst die verwijzen naar het zogenaamde derde blok waar een riante parkeergelegenheid is. We zijn ook in gesprek met het waterschap. Bovendien is er al gedeeltelijk een parkeerverbod aan de weg bij de vuurtoren. En een aantal omwonenden vreest voor hun privacy. Want die zeggen, ja, je kan zo in onze tuin kijken. Ja, dat is inherent aan een toren natuurlijk. Ja, het is wel een strop. Dus het is een echt heel vervelend. Want de gemeente Goeree Overflakke is er natuurlijk erg op gebrand dat er goede recreatieve voorzieningen komen. Ja. Zonder dat er nou direct uitbreiding van vakantieparken en weet ik het allemaal plaats moet vinden. Maar wij vonden het heel mooi dat we zeggen, ja, nou hebben we echt iets te bieden voor de mensen. Ja. En je hebt natuurlijk een fantastisch uitzicht over de Noordzee en je ziet de zeehonden op de zandbank liggen enzovoort. En vanuit de lokale bevolking ook, vind ik prachtig, die stimuleren ons ontzettend. Die zeggen, ja, probeer die toren open te krijgen, want ik heb er heel mijn leven al op gewild. En daar wordt nu een streep doorgehaald. En dat is eigenlijk heel jammer. En het gaat niet door? Nou, voorlopig niet. Er is een voorlopige voorziening aangevraagd. En de rechter heeft gezegd, ja, gemeente Goederede, kijk eerst nog eens goed naar die parkeergelegenheid. Dus dat gaan we nu proberen op te lossen. Maar we vrezen dat het toch een beetje het NIMBY-effect heeft. Not in my backyard. Mensen, ja, die wonen daar heel uniek natuurlijk. En die denken, ja, straks wordt het drukker. Want er komen mensen op woensdag en zaterdag die de toren gaan beklimmen. Wisten zij het niet eerder? Of? We hebben al heel lang van tevoren contact gehad met alle partijen. Dus ook met de dorpsraad van Oudorp hebben we uitvoerig overleg gepleegd met recreatieondernemers. Vul maar in. En nogmaals, alle lichten stonden, dachten we, op groen. Ja. Maar er is inmiddels al door degene die de grootste bezwaar heeft aangegeven dat ook als wij in het gelijk worden gesteld, dat er dan weer opnieuw bezwaar gemaakt gaat worden. Waarschijnlijk weer tegen andere aspecten. En het wordt dus echt een kwestie van lange adem. Hey. Jammer vinden wij dat zo'n beperkt aantal mensen zo'n zware claim kan leggen op een toeristisch interessant fenomeen. Wat de omgeving niet verstoort. Wat alleen maar een meerwaarde biedt ook voor de natuurbeleving. Natuurmonumenten
zou gaan exposeren in de toren. Dat zou ook gebeuren door het Streekmuseum, Goeree Overflakkee, Nederlandse Vuurtorenvereniging. Echt leuke tentoonstellingen. En vandalistische jongeren zul je er niet zo gauw aantreffen? Nee. Bovendien hadden we ook dat goed geregeld. De toren zou altijd bemand worden door twee mensen. Eén boven in de toren, één beneden in de toren. Die hebben inmiddels al een BHV-cursus gevolgd. Ach. Goed. Hè? Maar ik hoop op een later moment hier een keer een positief verhaal te kunnen houden over Sterkte ermee. De openstelling van de Oudorpse Vuurtoren. Dat is wel heel vervelend. Ja, jammer. Ja, ja. Zullen we weer teruggaan op goede reden? Ja. Je neemt de regie van me over. Ga je van. Ja, dit was even een uitstapje, maar ik ga weer terug naar Goede Reden. Goede Reden Havenhoofd, hoe zit dat? Goede Reden, ligt apart, hè? Goede Reden is door inpolderingen steeds verder van zee komen liggen. Ja. En op een gegeven moment werd dat zo'n afstand dat de Goereese vissers natuurlijk echt een heel eind het havenkanaal moesten volgen om in het stadje hun lading te lossen. En toen is het idee ontstaan, ja, waarom doen we dat nog? Het is veel makkelijker als wij een haven hebben bij het Goereese havenhoofd, wat dan nog moest ontstaan, maar een voorhaven. Ja. En dat we daar gaan onze vis gaan lossen en dat we daar ook gaan wonen. Dus de Breenstraat, Duinroosplein en die omgeving, daar vestigden zich de Goereese vissers. En dan werd er, dat zie je op oude ansichtkaarten, alleen nog met hoogtijdagen, met Koninginnedag. Hè, als, of een regeringsjubileum van Wilhelmina. Dan voer men nog met de schepen het oude haventje van Goede Reden in. Ja. Maar verder bleef men op het Goereese havenhoofd. Ja. En dat is natuurlijk heel triest geweest, want in de Tweede Wereldoorlog moest natuurlijk heel de kust van bunkers worden voorzien. Ja. En men vreesde uiteraard een invasie van de geallieerden. En de bewoners van het Goereese havenhoofd hebben toen te horen gekregen dat ze, ik dacht binnen een week, hun woning moesten verlaten. Ach. Die mensen zijn allemaal geëvacueerd. Een heleboel hebben zich gevestigd bij familieleden in Oudorp, Goeree, Stellendam. Maar anderen zijn ook in Wassenaar en weet ik het allemaal, waar beland. En het hele havenhoofd is toen gesloopt. Omdat men dacht, als daar een landing plaatsvindt, dan staan die woningen in de schootslijn. Dus het havenhoofd is volledig gesloopt. Echt? En het havenhoofd is na de Tweede Wereldoorlog direct weer opgebouwd. Ja. Maar alle woningen op het Goereese havenhoofd zijn dus van na 1945. Ja, ja. Toen zijn de bewoners weer teruggegaan. Maar inmiddels is die haven van het Goereese havenhoofd natuurlijk ook geen verbinding direct meer met zee. Dus nu heb je de haven van Stellendam, bij de Haringvliet sluizen. Maar ja, ik denk wel eens in de toekomst. Je leest steeds meer dat het Goereese gat verzandt. Dat het steeds moeilijker wordt om de haven van Stellendam te bereiken. Oh ja. Ja, dus een heleboel vissers mijnen niet meer in Goede Reden, maar mijnen in Scheveningen. En de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf, heeft beloofd de haven toegang op peil te houden, maar dat wordt toch wel erg lastig. Dus wellicht dat in de toekomst de vloot ook dan weer uit moet wijken. Dan krijg je dus van Goeree, havenhoofd, Stellendam. Ja. Ik hoop het niet hoor, maar Tweede Maasvlakte. Ja. Zou jammer zijn, want er zijn een heleboel bedrijven, Maaskant, Shipyards, vul maar in, die juist natuurlijk ook een stuk werkgelegenheid geven. En er zijn natuurlijk heel veel mensen werkzaam, direct of vooral indirect. Het hoort zo bij het eiland. Het hoort zo bij het eiland natuurlijk. Ja. Ach. Ja, dus de visserij, ook met de pulsvisserijen natuurlijk. Ja, goed, men is heel innovatief. Hè. Men is nu bezig om niet meer met stroom, maar met water te spuiten en daardoor de vis op te schrikken. Dus er wordt alweer een nieuwe methode ontwikkeld. Wat heeft in plaats wel van de gekost, boomkorvisserij. Maar de vissers laten zich niet gauw kisten. En zijn weer heel druk bezig om alternatieve vormen te vinden. Waar dan hopelijk de Fransen eens een keer geen bezwaar tegen hebben. Ja. Ja. Petje af, hè? Ja, petje voor af. Die mannen. Ja. Ja, en voor die vrouwen ook. Ja. Ik heb het ook al over gehad met iemand. Ja, daarom hebben we verleden jaar ook als een soort eerbetoon aan de Goereese vissers die fototentoonstelling gehad in de Goereese Toren. Ja. Waarbij Arjo van der Graaf schitterende portretfoto's heeft gemaakt van die Goereese vissers. Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ja. Heel mooi, ja. Ik ga nog een vraag. Er is een Joods kerkhof. Ja.
zijn op het eiland drie Joodse kerkhoven. Er is één in Middelharnis. In Dirksland. Er is één in Dirksland. Die ligt erg verstopt. Hè? Ja. Een heleboel Dirkslanders weten niet dat er een Joods kerkhof is. En er is één in Goederede. Ja. En die van Goederede is in die zin uitzonderlijk. Op die instellen op Dirksland en in Middelharnis, op die kerkhoven staan zerken. En in Goederede is het kerkhof zerkenloos. Ja. We weten ook niet of die er ooit opgestaan hebben. Het is een heel klein kerkhof. Ja. Een aantal witte betonpalen met ijzerdraad en een bordje Bet Hagayim, huis der levenden. Het is een Joods kerkhofje geweest. Heeft niets met de Tweede Wereldoorlog te maken. Nee. Het is waarschijnlijk tot het begin van de vorige eeuw in gebruik geweest. En dan zie je toch dat de Joodse bevolking zich geconcentreerd heeft in Sommelsdijk en Middelharnis, ook wat in Dirksland. Ja. Daar was meer handel. Daar was ook op de diek, jammer genoeg gesloopt, moet ik zeggen, synagoge. De synagoge. Daar is echt een grote concentratie van Joodse mensen geweest. Waarvoor onder meer de Lions Club Goederede of Flaké stolpersteinen heeft geplaatst. Nou, er ligt er één in Oudorp. En de volgende plaats waarin die stolpersteinen liggen is dan Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis en een aantal op Oost-Flaké. Ja. Dat Joodse kerkhof, dat is een afgesloten gebied waar ook elk jaar nog steeds een inspectie plaatsvindt door een overkoepelend Joods genootschap, Portugees-Israëlisch kerkgenootschap. Ja. En die schrijven dan keurig een rapport over de onderhoudstoestand van het kerkhof. En wordt dat door Goederede onderhouden? En het wordt door de gemeente Goederede Overflaké wordt het onderhouden. Ja. Maar er gelden speciale regels voor. Want bijvoorbeeld het gras wat gemaaid wordt op het kerkhof, als het al gemaaid wordt, dat mag niet afgevoerd worden. Dus alles wat op het kerkhof groeit en bloeit, hoort op het kerkhof. Ik was een jaar of 8 geleden op het Joodse kerkhof in Dirksland. Ja. En daar had iemand een bijenkorf opgesteld. En ik vond het juist de stilte op dat kerkhof wel mooi accentueerde. Gewoon in de hoek van het kerkhof stond een bijenkorf. En die Joodse meneer, hij zegt, ja, ik heb daar toch moeite mee. En ik zeg, wat is dan uw probleem? Hij zegt, ja, moet je nagaan, er wordt toch al hoe die regels zijn. Hij zegt, ja, de bijen maken honing die u en ik consumeren. Maar die honing die wordt ook gemaakt door de bloemen die hier op het kerkhof groeien. Dus je gaat eigenlijk een product nuttigen wat eigenlijk aan de doden toebehoort. Ach. Ja, dus hij zegt, ja, eigenlijk moet die korf toch elders komen te staan. Ja, ja. Er staat nu, aparte, er staat nu volgens mij geen bijenkorf meer. Maar ook de vruchten die vallen op het kerkhof enzovoort. Die behoort toe aan de doden. Ja. Men kent natuurlijk ook op een Joods kerkhof eeuwige grafrust. Ja, hè? Een Joods kerkhof mag in principe niet geroerd worden. Dat kan je natuurlijk heel goed zien. Dat vind ik altijd een schitterend voorbeeld in Praag. Als je je ziet dat men daar een beperkt gebied had. En het is één zerkenzee hier geworden. Ja. Omdat men geen andere plaats had om de doden te begraven. Ja. Ja. Is bekend wie daar liggen? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat in het streekarchief een aantal documenten bewaard worden, waarin de Joodse inwoners van Goederede zich melden bij het gemeentehuis om een achternaam aan te nemen. Het was voor Joodse mensen niet gebruikelijk om een achternaam te hebben, maar met de invoering van de burgerlijke stand moest Napoleon. Men een achternaam aannemen. En je ziet dan dat een aantal inwoners, en dat zijn er in totaal een stuk of 12 geweest in Goederede, een paar gezinnen met kinderen, dat die zich melden en dat ze dan een achternaam aannemen. En het mooie is dat ook in het Hebreeuws door één vrouw ondertekend is en één verklaart niet te kunnen lezen of schrijven, die heeft een kruisje gezet. En ik weet, een achternaam van der Valk wordt bijvoorbeeld aangenomen. Het grappige is natuurlijk dat die Joodse families verspreid woonden vaak in Nederland. En dat je dan de kans liep dat je een maand later je neef uit Rotterdam ontmoette.
of je broer uit Rotterdam. Ja. En die had ook een achternaam een aangenomen. Andere. Maar ja, de communicatie, wij zouden nu even mailen. Ja. Maar je kreeg dus inderdaad, je liep het risico dat je broer dus een andere achternaam aannam dan jij. Maar zij verkeerde natuurlijk in de wetenschap dat, in de veronderstelling moet ik zeggen, dat na de invoering van die burgerlijke stand door Napoleon. Maar dat dachten de Nederlanders allemaal. Mensen, want je hebt natuurlijk ook een aantal mensen. Een aantal mensen die toen geen achternaam hadden, die voor de grap een belachelijke achternaam aannamen. En niet wetend dat daar hun nazaten tot 2019 mee opgezadeld zouden zitten. Ja. Ik wou het nog hebben over het toerisme. Daar hebben we het al even een beetje over gehad. Ja. Maar ik heb ook iets gelezen over dat er een award zou zijn gegeven aan Goede Reden over een, ja, dat is het Nederlandse woord, award. Een prijs. Een prijs. Ja? Ja, een prijs is gegeven. Omdat het zo geweldig veel doet aan de bevordering van het toerisme. Ja, en wat ook natuurlijk noemenswaard is, is de schoonheid van de stranden. Ja. Dus het strand van, we hebben natuurlijk een heel uitgestrekt duingebied, vanaf de Kwade Hoek tot de Punt. Dat gebied wordt keurig onderhouden, wordt goed verzorgd door de gemeente. Ook de waterkwaliteit is uitstekend. Ja. En als je dan ziet naar alle initiatieven, ook die het VVV ontplooit. We hebben natuurlijk een heel actief VVV op Goeree Overflakke. In Blauwe Huus, hè? In Blauwe Huis. Die zijn natuurlijk pas, hebben die de hele zaak goed op de schop genomen en ingrijpend gedigitaliseerd en gemoderniseerd. Ja, ik vind het prachtig dat die prijs uitgereikt is. En waar komt die vandaan dan, die prijs? Weet ik niet. Een van de overkoepelende organisatie die gezegd heeft van, Goede Reden, jullie doen het, of Goede Overflakke, jullie doen het echt erg goed. Daar zijn we natuurlijk wel trots op. Nou, ik moet zeggen, het is altijd weer een feest, vooral in de zomer, als de terrasjes vol zitten, om daar rond te lopen. En ik wou het nog hebben over de Zwarte Schuren en ik wou het nog hebben over van alles, maar we moeten alweer. Het is weer tijd. Ja, het is alweer tijd. Dus ik ga je weer bedanken en we gaan nou niet meer verder. Nee, het is mooi geweest nu. Goed. Ik ga nu eventjes de mensen goeiedag zeggen. En ik wil jou heel hartelijk bedanken. Ik vond het heel leuk. Dank je voor de uitnodiging. Ik vond het ook heel leuk. En ik heb een hoop geleerd. En ik hoop dat iedereen een hoop geleerd heeft. Dank je wel. Dank je wel. Dit was de Huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakke.nl. Tot volgende week.